Are you ready? Goedemorgen met de leukste winkel van de regio Noord-Nederland, Friesland, omstreken die bestrijd plaats. Je spreekt met wie? Hallo? Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren en blijven dus tot en met 6 april gesloten. Hamsteren is overigens niet nodig. Op dit moment is er genoeg in onze winkels aanwezig en het is ook een beetje vervelend voor de mensen die op dit moment... Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 6 uur vandaag. De levensmiddelenbranche verzekert ons dat er op zichzelf genoeg te eten, te drinken is en pleepapier is. Het probleem is dat nu mensen gaan hamsteren. En wat ik ongelooflijk, eerlijk gezegd, niet zo... Vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april, dus de komende 3 weken, gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel. Nou, welkom bij weer een nieuwe vlog van Wiebes Verkoopplaats. Best wel weer een indringend begin, hè? Uiteindelijk zijn er 7 miljoen mensen die hebben gekeken naar de boodschap van de minister-president. En wij vonden het toch belangrijk genoeg om toch bepaalde hoogtepunten zeker te herhalen in deze tijd. Ook ik zit natuurlijk in een lege horecahoek. We merken ook in de winkel dat het gedrag anders is van de mensen die komen. We hebben nog steeds PostNL en we zijn nog steeds verantwoord open. Doordat wij ruimte hebben in de winkel, zodat je bepaalde afstand van elkaar kunt houden. Dus ja, en weet je, als mensen, gisteren zei er iemand tegen mij van, het valt wel wat mij. Jongens, word wakker. Wees voorzichtig. Kijk uit. Ga vooral niet hamsteren, hè, wat er ook steeds wordt gezegd. Er is genoeg. Ja, ik kan er best veel over zeggen, maar dat doen we niet. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen voor jullie. Ik sta hier bij een gedeelte van onze, ja, zeg maar, mini-supermarktafdeling. Ook wij hebben best nog veel. En wat ik net al eerder zei, jongens, ga niet hamsteren, het is niet nodig. Laat ook iets over voor een ander. En weet je wat mij opvalt op Facebook? Er worden heel veel diensten aangeboden voor ouderen om boodschapjes te halen. Nou, beste mensen, kijk alsjeblieft uit, want ook hier zitten verkeerde mensen tussen. Dus ja, mensen in de omgeving die extra boodschappen nodig hebben, bij ons in de winkel kan het ook, hè. Dus ja, nou ja, dat over, oh ja, voor de huisdieren. We hebben ook brokjes en we, voor de kat en voor de hond hebben we ook. En ja, het woordje hamsteren. Nou, het is helemaal uit den boze. Ons PostNL pakketpunt is nog steeds geopend, hoor. Dus je kan nog steeds je pakketje laten bezorgen op auto. Of je kan het gewoon bij ons ophalen als je niet thuis bent. Dus PostNL pakketpunt, of brieven versturen kan natuurlijk ook. Even voor alle duidelijkheid, ik zit hier in de kapsalon van Peter Blom, onze kapper. Peter had wat op Facebook gezet. En mensen lezen slecht. Heel slecht. Met het gevolg, krijg ik al een telefoontje. Is jullie kapper ook ziek? Nee, beste mensen. Uit voorzorg heeft Peter besloten om de komende periode even niet bij ons te knippen. Zoals meerdere kappers doen in Drachten. Dus nogmaals, voor alle duidelijkheid. Peter is niet ziek. Wij zijn niet ziek, alleen we houden meer extra rekening met elkaar als normaal. Nou, niet zo moeilijk toch? Nou, een hele vlog als anders, hè? Van ja, het is toch allemaal wat serieuzer. En ja, dat is ook de tijd waar eigenlijk de hele wereld in zit.
Wat onze winkel betreft, je kan bij ons, al 5 jaar lang hoor, kun je contactloos pinnen. We hebben een brede gang, brede paden tussen de stellingen in. En we zijn in het geluk dat we gelukkig een hele grote groep vaste trouwe huurders hebben. En daar rekenen we ook op dat ze ook in deze tijd ons zullen blijven steunen. Ook al weten wij dat er minder mensen komen als anders. Maar ook wij moeten door de tijd. Dus ja, dit was het eigenlijk wel. Nou, we hopen jullie volgende week weer met een nieuwe vlog met ietsjes betere boodschap kunnen brengen. Alleen wij vonden het nu erg belangrijk om zeker in deze begintijd van alle toestanden om ervoor te kiezen om nogmaals dat vreselijke virus onder jullie aandacht te brengen. En dat wij ook meedenken. En nou, wees goed voor elkaar, hou elkaar goed in de gaten. Denk vooral om de ouderen, om de medemens, hè, die ook hun boodschapjes moeten hebben. En ja, zolang wij open zijn, en we hopen dat dat nog een tijdje duurt, zeggen wij tot ziens en ja, delen YouTube, je weet het wel. Nou, tot de volgende keer. That's all, folks! Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Verkoopplaats. Thank you.